Hoi, goedemorgen, middag, avond, wanneer je het ook kijkt. Welkom bij een nieuwe scrapbookpagina. Vandaag ga ik beginnen en ik heb geen flauw idee wat ik ga doen, dus het wordt een verrassing. Dat kon je al in de titel zien, dus we gaan zomaar wat maken. Ik heb geen idee nog. Ik heb twee lege pagina's voor me, dus daar gaan we letterlijk iets op maken. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Kijk je gezellig mee? Zo, ik heb al mijn papiertjes er maar eens even bij. Eens even kijken wat we leuk vinden vandaag. Waar ik zin in heb. Daar niet in. Nee, dit zijn nog wat losse blaadjes. Een stikketje. Wat weg kan. Oh, deze is misschien wel leuk. Een zwart-witte. Met allemaal parfumflesjes. Kan ik daar wat mee? Het is een optie. Nog meer losse blaadjes. Kijk, daar wil ik dus een systeem voor gaan maken. Maar het is nu mijn vakantie, maar het lukt me gewoon even niet om met die hand van alles te doen. Als je niet weet dat er een hand is, moet je maar even wat video's kijken. Oh, deze vind ik ook wel heel erg mooi met dat glimmertje erin. Ook een optie. En anders bewaar ik gewoon een pagina voor de volgende keer. Dat zo simpel is het ook. Nee, ik heb niet zo'n zin in deze. Deze zijn ook mooi, maar daar zitten vooral andere dingetjes ook in. Nou, die kan ik misschien wel wat uitgebruiken. Dat heb ik laatst ook al gedaan. Dus dat vind ik niet zo leuk om dat nog een keer te doen. Daar heb ik niet zoveel aan, want die heb ik bijna allemaal al gebruikt. Hier zit ook altijd leuk in. Kijk, hier kun je alle kanten mee op. Dat vind ik het leuke. Kijk, weet je, als deze. Daar heb je niet zo heel veel aan, maar je kunt wel die bloemetjes weer eens een keer gebruiken ergens in. Maar heel veel van deze heb ik al een keer gebruikt. Dus ik denk dat ik die van nu even aan de kant leg. En dat ik even voor een van deze twee ga. Dan gaan we eens even plaatjes zoeken wat erbij kan. Even kijken. Als ik voor zwart ga, dan kan deze er bijvoorbeeld bij. Ik ga denk ik twee setjes maken met plaatjes. En dan heb ik gelijk twee pagina's. Maar dan is de ene pagina vandaag. En de andere morgen. Morgen, volgende week. Morgen. Kijk, dit is ook één. Ook een Hongkong. Dat is wel grappig. Hier zit ook iets heel anders onderin. Die is ook wel grappig. Wat zit hier nog onderin? Eens even kijken. Die niet. Oh, die vind ik ook leuk. Het hoeft niet per se helemaal zwart en wit hoor, maar... Eens even kijken wat hierin zit dan. Soms ontstaan er dan gewoon leuke ideetjes. Oh, deze horen in een ander bakje. Die ga ik zo even in het goede bakje doen. Nee, niet echt. Gaan we even naar. Hier zitten heel veel bloemetjes en plantjes in. Ik zal binnenkort ook wel weer eens een met groen doen. Ik vind het wel leuk om iets met een uiltje te doen. Ook niet echt. Ik krijg nog niet echt de vibes bij deze, zeg maar. Oh, deze is wel mooi. Yin en Yang. Uil. Of sneeuwuiltjes. Ik krijg nog niet echt een vibe bij deze achtergrond dat ik daarmee moet. Dit is ook wel een zwart-witte. We gaan eens even verder zoeken. Wie weet wat er nog ontstaat, mensen. Het is soms een ingewikkeld verhaal. Eens even kijken. Kunnen we hier wat mee? Want ik heb laatst ook al een zwart-witte pagina gemaakt. En die vond ik wel heel leuk, maar... Ik weet niet of ik dat nog een keer wil. Maar het lijkt er wel op dat het eruit gaat komen.
Want ik heb nog wel veel zwart-witte dingen liggen. Dus dan is dat wel weer heel grappig. Kijk, zoals hier ook. Ik gooi gewoon alles neer, hè. Ik leg deze voor nu even aan de kant. Dan ga ik voor de volgende keer verder zoeken. Ik ga nu eerst maar eens voor deze. Hebben we dan ook iets met... Die ga ik er ook eens bij leggen. Die heb ik echt al... Elke keer pak ik hem. Ik doe er nooit wat mee. Dus misschien moet ik daar wat mee doen dan. Het is wel heel mooi om dan één rood iets ertussen te doen, hè. Oké, ik ga eerst even het blaadje eruit halen ook. En even kijken wat ik ermee ga doen. Kijk, want ik heb nu wel een heleboel plaatjes. En ik heb nog wel meer her en der liggen ook wat ik wat mee zou kunnen. En ik zou nog een stempel kunnen gebruiken. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om hier nog een andere achtergrond bij te pakken. Uit diezelfde... Even kijken hoor, of ik iets heb. Ik ga nu even zoeken wat een beetje wittig is. Ja, die zit hier wel in. Kijk, dat is niet helemaal wit. Maar hier zat er toch nog geen in. Een marble. Nou, blijkbaar alleen de roze marble zit er nog in. Die heb ik al gepakt. Eens even zoeken of ik nog wat anders heb dan. Oh, wacht. Dit is ook wel heel leuk. Misschien kom ik hier nog wel wat tegen. Kijk. Dat voegt daar niet bij, hè. Dit wel. Dat zou wel kunnen. Ik heb wel een idee inmiddels. Want dit is, staat hier wat op de achterkant wat op. Het komt dan ook ooit uit zo'n blokje en dat hou je dan over. En op een gegeven moment dan verzamel ik dat, zeg maar. En dan bundel ik dat. Even kijken wat ik hier nog heb. Ik heb hier ook nog een klein blokje. Kijk, en daar zitten al dit soort dingetjes, deze klutjes in. Oh, kijk, deze. Dit is een leuke. Ja, we hebben hem gevonden. Oké, ik weet wat ik ga doen. Dit leggen we even aan de kant. Hoppa. We nemen een schaar en nu gaan we rondjes maken. Dit worden rondjes vandaag. En die moeten allemaal even groot. Zo heb ik dat laatst ook al een keer gedaan, al die rondjes. Ja, hier had ik ook rondjes, maar was anders. Nou, deze was natuurlijk helemaal anders. Even terugbladeren hoor, wat ik al gemaakt heb. Ik heb nog niet echt wat ik nu in mijn hoofd heb, heb ik nog niet gemaakt. Oké, ik ga dus een rondje maken. Ik heb hier een glas staan, dat is precies het maatje wat ik wil. Dus ik ga eventjes met een pennetje een rondje trekken. En dan denk je, waarom doe je dat met een pennetje? Nou, omdat ik aan de binnenkant ga knippen. Zo. Deze sliertjes kan ik niks meer mee. Hier nog wel, denk ik. Maar waarom wilde ik nou er drie? Nou,
Dan kan ik er een flow in maken. En dan kunnen alle plaatjes hier komen. Kijk, dan moet ik deze denk ik wel een beetje draaien, dat ze een beetje goed liggen. Kijk, dit is de bedoeling. Dit ga ik eerst even vastmaken. Dus ik ga even een lijmrolletje pakken. Dit kan ook gewoon met andere lijmen, maar ik ben fan van een lijmroller. Dus we gaan beginnen met deze en die moet dan precies op het randje. Okay. En ja, zoals altijd, ik plak ze niet helemaal vast. Dan kun je er nog iets onder schuiven of iets naast doen. Dat vind ik dan wel weer mooi. Kijk, die en dan zo. Zo moet de flow dan komen. Okay. Dus wat doe ik nu? Ik doe even een heel klein stipje dat ik weet. Kijk, is daar nu een streepje dat ik weet dat ik hem daarover moet leggen. Anders kom je niet altijd even goed uit. Zo, kijk, en dan kan die. Precies zo. En dan kunnen alle plaatjes in dit hoekje. Nou, zo zie je maar. Soms heb je het dan zo en ineens heb je het bedacht. Zo. Nou heb ik wat donkere stickers en donkere plaatjes. En een hele mooie rode bloem. Kijk. Die heb ik eigenlijk hier bedacht. Maar daar moet wel allemaal dingen overheen. En nog, deze gaan we weer niet gebruiken. Het moet nog even ontstaan. Hè? En ik denk, deze zijn dus doorschijnend, deze stickers. Dus ik moet goed bedenken waar ik die ga plakken. Ja, ik weet nog niet of hij erin gaat. Ik heb nog ineens een idee zometeen. Even kijken hoor, deze moet er even bovenop zo. Ga ik heel even in mijn doos kijken of ik toevallig een heb die hierbij past. Ik heb allemaal van die waxmeltjes gemaakt zelf. En die heb ik met het Hogwarts Crest. Dit is wel heel tof zo. Die is nog wel erg leeg. Maar daar kunnen we nog wat aan doen. Dit is wel heel tof zo. Ja. Nee, die moet er niet tussen. Dat staat niet mooi. Ik kwam nog plaatjes tegen. Ik moet nog even kijken of er nog wat bij kan. Kijk, die kan wel. Zo, want dan maak je daar weer de verbinding naartoe. Even zien. Ja, hier zit wat glitter in. Dat had ik, van duimsteentjes had ik over. Maar dat is voor nu niet van toepassing. En hier zit ook nog wat plaatjes in. Ik denk eigenlijk dat ik hem gewoon zo ga laten. Oh, dit is ook wel leuk nog. En dan zie je helemaal niks meer van die. Dat vind ik ook zonde. Even kijken hoor. Ja, die schijnt natuurlijk hier doorheen. Vermoed ik. Even checken deze. Wat er gebeurt. Waar is mijn pincet? Ik weet dat ik hem neer heb gelegd. Maar waar ben je? Oh hier. Hij was verstopt. Kijk, dan leg ik hem niet in, niet helemaal, plak ik hem niet op. Dan kan ik wel alvast even zien hoe het staat. Ja, kijk, daar zie je die nog doorheen. Dus dat is mooi. Zo. Ik maak hier straks een foto van, want anders dan weet ik niet hoe ik het moet plakken. Oké. Ja, ik vind dit eigenlijk al heel mooi. Hoe gaan we de verbinding van die naar die krijgen? Gaan we daar nog een washi tapeje voor gebruiken?
Hoe was je tape zoals deze? Nou, deze is op, dus die kan weg. Die heb ik gebruikt om diamond paint af te plakken. En deze heb ik laatst al gebruikt, dus die vind ik ook niet mooi. Deze is wel mooi, maar die heeft niet de goede kleuren, zie je dat? Er zit een goudrandje aan. Dat voegt niet helemaal. En ik denk niet dat een ding daar wat gaat lukken nog. Als ik het... Ik ben even in dubio of ik het dan naar boven zal schuiven. Ja, ik vind eigenlijk de locatie op de pagina wel heel mooi. Oh, ik weet wat ik hier ga doen. Ja, kom goed. Jullie gaan het zo zien. Ik weet het. Ik ga eerst dit opplakken en dan komt er hier nog iets te staan. Even een foto maken. Even de camera aan, foto maken. Oké, nou dan gaan we zoiets maar eens even plakken. We moesten eventjes wat doen. Oké, deze zit gelijk op de goede plek. Dus dat is mooi, het is een sticker. Ik heb bijna geen nagels op het moment. Dus die mag daar. Even de foto erbij pakken. Dat zien jullie niet, die ligt buiten beeld daar. Even zien, dan moet deze. Ja, perfect. Oh ja, ik vind het altijd zo leuk als het dan lukt wat je wil. Oh, dit is ook een sticker. Ik had, denk ik, ga even proberen of het een sticker is, maar het is een sticker inderdaad. Zo. Deze mag hier ook nog helemaal onder. Het is gewoon weer een random sticker ook. Dit zijn van die stickers die heb ik ooit eens op AliExpress gekocht in de veronderstelling dat ze iets groter waren. Maar dat zijn ze dus niet. Maar ze komen even goed wel van pas. Nou. Ja, toch nog. Even kijken, hij moet zo om. En dan moet ik hem helemaal tegen de rand aan. Ja. Even spieken. Dan hebben we nog de Witch's Brew. Die mag hier overheen. Die moet nog niet. Ik wil te snel. Eerst moet de Hongkong nog. Voordeel is, deze stickers kun je altijd heel makkelijk loshalen. Die zitten namelijk niet helemaal op de rand. Dus die kun je er vrij makkelijk aftrekken. Kijk, en je denkt dan altijd van, oh, het is vrij donker. Maar omdat er dus heel veel plaatjes in zitten die nog door het licht gaan. Ja, vind ik het wel weer mooi. Nou weet ik uit ervaring dat ik even een stukje dubbelzijdige tape moet pakken. Maar nou is mijn dubbelzijdige tape beneden. Dus dat is balen. Dan ga ik het toch gewoon met deze proberen. Het plakt niet altijd even goed namelijk. Maar als ik nou en een laagje hierop doe. En een laagje op het dingetje. En dan wel goed om natuurlijk. Kijk. Oké. Nu gaat dit even aan de kant. En dan ga ik er iets bij pakken. Dat zijn stempels. En nou moet ik eventjes mijn... Kijken of ik ze hier heb liggen of niet. Deze moet ik hebben, denk ik. Dat kaartje moet ik even bewaren. Want dat heb ik in een live af en toe nodig. Even mijn dingen weer terugzetten hoor. Ik vind beide, ik wil mij schrijven, maar ik vind mij te klein, zeg maar, in de stempel.
Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn letters pakken. Ik heb namelijk ook een alfabetje. En dan ga ik het daarmee doen. Kijk. Maar dan moet je het wel achterstevoren stempelen, denk ik. Want anders komt het... Want als ik het nu ga stempelen, staat er geen mei. Zie je dat? Dus je moet het achterstevoren stempelen. Dat is even de tip van de dag. En de E. En de I. Even kijken of ik hem zo mooi vind. Nee, ik vind hem niet mooi. Hij moet omhoog, deze E. Ik ga ze allemaal op de bovenste lijn leggen. Sorry als je mijn hoofd in beeld zit, maar ik moet het even netjes maken. De I moet nog iets dichter naar de E toe. Of de E moet iets meer van de M af. Dat lijkt me een betere optie. Ik gebruik heel even mijn onderlegger als afstandsmetertje. Deze ligt niet op de gelijke hoogte, zie je dat? En ja, dit gepiel hoort er dus ook bij. Meestal film ik het niet, omdat ik denk, ah, is niet zo interessant. Maar I. Ik wil de I andersom. Ik vind hem niet mooi zo. Zo wel. Ja, oké. Okay. Dat is goed zo. Moeten we even de stempelkussen erbij pakken. Ik wil dat natuurlijk in smoky gray hebben. Smoky gray. Goed bedekken met inkt. Nee. Vind ik niet donker genoeg. We gaan voor zwart. Die heb ik namelijk ook. Maar nu moet ik even zoeken. Ik heb ook nog andere kleurtjes hoor. Maar ik weet niet waarom het zwart is. Die hier soms in het zwart. Ik wil hier ook nog wel eens wat ingooien namelijk. Nou, ik denk dat ik mijn zwarte kwijt ben. Maar ik heb een nieuwe. Dus dan pakken we die. De andere was ook een beetje op zijn eind aan te raken door al het gestempel. Die gebruik ik heel veel voor kaartjes maken. We gaan voor zwart. Beter. En ik ga dit zo uitknippen. Ik ga nog even een paar keer stempelen. Want ik vind hem niet mooi gevuld, de M. Oké. Ja, dit is beter. Oké. Nou. Gelijk schoonmaken, dat weten jullie. En anders dan heb je, blijven ze de kleuren houden. Zo. En in dit geval kunnen ze ook weer terug op het plaatje. Kijk. Zijn ze weer mooi schoon. Zo.
Hij moet er toch echt zo op. En de M. Kijk, en dan kan ik kiezen of ik die of die kies. Plaatje ook weer schoonmaken, niet vergeten. Anders dan pak je het de volgende keer en dan zitten er allemaal dingen op. Achterkanten weer op. Dat is wel handig, dan raak je ze niet kwijt. En dan gaan we eens even kijken wat we voor formaatje ervan gaan maken. En jullie zien dit waarschijnlijk pas in juni. Want ik weet niet hoe ver ik nu ben met video's. Maar ik ben gewoon lekker video's aan het maken. Dus kan best zijn dat jullie nu ineens juni zien. Of een video in juni zien. Maar dan is hij dus gemaakt in mei. Kijk. Hoe eenvoudig, maar hoe leuk is dit. Ik ga nog even hoekjes eraan maken. En dan begin ik met het kleinste hoekje, 4 mm. Dan kan ik altijd zeggen of ik er nog... Nee, dit is precies goed. Of ik nog meer hoekje eraan wil. Nou, deze pakt hij niet goed. Ja, beter. Zo. Nou, die er nog op. En dan is de pagina af. En ja, dit was de achterkant van een ding. Tadaa! Hij is af. Ja, zoals ik in het begin al zei, ik heb geen flauw idee wat het gaat worden. En het werd dus dit. Ik vind hem echt ontzettend leuk geworden. En ja, het is weer heel wat anders dan wat ik maak. Dus ja, het wisselt weer af. Elke keer weer wat anders. En dat is het leuke aan dit. Je kunt maken wat je wilt en wat je leuk vindt. En ik heb er gewoon ontzettend veel plezier in. Ik hoop dat jij het leuk vond om te kijken. Vergeet dan niet om te abonneren. Daar help je me mee. En om te liken. Dat is helemaal mooi. En als je dan ook nog een reactie achterlaat. Nou, dankjewel, dankjewel, dankjewel. In drievoud. Hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot volgende keer. Doei.